Gaan wij verder met de kunst, toch? Oh ja, ik was uh, iets. We hadden namelijk twee brieven over de kunst. En in de ene brief stond: van... zeg, wat is dit voor onzin? Dat is een historicus, die man die weet geen klap van kunst. Dit moet meteen afgelopen zijn, anders luister ik niet meer. Kunst, kom op. Kunst, daar hebben we kunstdeskundigen voor nodig. Dat is, dat is, ik ik parafraseer het enigszins. Ook op die. Typische geërgerde toon die sommige van die briefschrijvers zich permitteren. alsof zij thuis ook. Eh, zonder daarover te vergaderen, bepalen. wat wij hier in dat autootje gaan zitten doen. Hè? Dat was brief 1. En brief 2 was. Ik had net schoon genoeg van al die opvattingen. van voor ons over de politiek. maar dit is zo leuk. nu ga ik weer luisteren. Kortom, ik zeg dit speciaal natuurlijk voor alle luisteraars. Wij kunnen het onmogelijk iedereen naar de zin maken. Wij krijgen twee brieven. die totaal verschillend zijn in hun benadering. van de allereerste keer. dat wij de Euvelen moed hebben gehad, volgens de een. en het genie, volgens de andere brief. om een kunstwerk te bespreken. in casu, een schilderij te bespreken. Dus ja, ik, ik weet het ook niet. Wat, je, wat, wat hier het beleid moet zijn. Wat, ik vond wel in beide brieven die. Die, die, als het ware, vanzelfsprekend geïrriteerde toon. Waait dat over van Twitter, hè? Wat denkt hij wel? Wat is dit, hè? Kom op! We hebben er nu schoon genoeg van. Dit, dit, dit werk, hè? Hoe, hoe komt dat toch? Wat, wat is dat voor, voor huiskamer-eigenis, om het maar even zo te formuleren? Ja, dat weet ik ook niet. Ik, het viel mij wel op dat er dus ook... Best, ik vond best wel het sentiment positief, moet ik zeggen. Ja, je hebt nu meerdere brieven meegestuurd. Maar ook iemand van de Universiteit van Amsterdam die een lezing houdt over kunst. En die heeft jou meteen uitgenodigd om een keer te komen luisteren. Oh, <laughs> is, dat, is dat zo? Ja, okay. dat was ik ook ergens, ja. En ja, dat heb ik dan weer niet gezien. Het viel mij wel op dat uh, normaal luistert 88% de hele podcast af. Dat ja. was bij deze 60%. Tenminste, wat ik van de week zag. Ja, kijk aan. Daar heb je het dan. Dat is dus het is best wel aanzienlijk deel minder. Ja. Dat het hem helemaal afluistert. Ja, dus kennelijk zijn ze wel geïnteresseerd eh, in het geraaskal van het eerste gedeelte van, van de podcast. Maar dus die kunst dat, is, dat gaat ze een. Hè, dat is toch die brief van. Kom nou, gauw, kunst. Daar weet die vent geen klap van. Ook dat is een punt, dat is natuurlijk al vaker aangesneden, mij kan dat grenzeloos irriteren. Eh, als je ergens in. Redelijk in verdiept en je hebt een normaal werkend gezond verstand. En een wat bredere kennis, dan is er alle reden om aan te nemen dat je daar best iets aardigs over kunt zeggen. Of dat nu auto's zijn, niet waar, of kunst, of weet ik veel wat. Want op deze manier, dat, dat blijf ik volhouden. Als je natuurlijk zegt alleen deskundigen, alleen gepromoveerde kunsthistorici staan wij toe om hier iets over te zeggen. Dat betekent dus dat je dat opsluit, hè, dat het een soort bubbeltje is van deskundigheid. Het, het idee dat deskundigen altijd gelijk hebben is een ingrijpende misvatting. Ja. Er bestaat een enorm leuk boek van de meneer Tedlock. En dat gaat over betrouwbare voorspellingen. En daarvan kun je met name leren dat. Hele sterk gespecialiseerde deskundigen vaak wel over één onderwerp alles weten, maar daarbuiten vaak geen idee hebben hoe zaken in elkaar zitten. En dat, dat is, dat zou mensen zeggen, je maakt de feiten door altijd te vragen naar deskundigen, maak je elke vorm van maatschappelijk debat onmogelijk. mogelijk. Hmm, dat wil ik ook wel mooi zo vinden. Want van, de deskundigen zijn, zijn meestal de, uh, betrekkelijk dichtgetimmerd, is mijn indruk. Ja. Ik zou het ook wel mooi vinden als er dus iemand is die dit nog nooit gezien heeft, die toch even is gaan googelen aan de hand van jouw verhaal. Ja, zeker. Je en die het dan ziet. Maar aangezien we geen flauw idee hebben van de getallen, maar in dit geval dus toch wel bemerken dat iets, wat, wat is het, 40%? Hoeveel, hoeveel mensen luisteren normaal een podcast ja, af? Normaal is het, gaat het naar zo'n 200.000, maar dat is zeg maar helemaal aan het einde van de cyclus en die duurt denk ik een maand. Er zijn ook mensen die nu nog uh, tien afleveringen teruggepast aan het luisteren zijn. Ja, echt waar? ja, dus die moeten die kunst nog gaan luisteren. Ja, dus een beetje denken aan die, aan die bijvoegsels van de, van de deftige kranten. En waar je die steeds op een stapeltje legt ja, ik moet ze nog even lezen. Maar ja, na een maand ligt er een kilo papier. <laughs> ja. En dan heb je nog steeds al die bijvoegsels niet gelezen met die ongelooflijk boeiende artikelen erin. Maar goed, wat vind je van dit percentage? Stel dat dit bij de NPO besproken zou worden, zouden ze dan zeggen, nou, toppercentage gaan we met. Nou, door. daar zouden ze we zich, we zich wel zorgen over maken, dat ja? is mijn indruk. Ze zouden toch geneigd zijn om te zeggen, weet je wat we doen? Dus die eerste 60% van het, van het betoog, die zetten we op Nederland 1. En dan zetten we die, dat gelul over kunst, waar die toch een bal van af weet, dat zetten we op 3. He, Nederland 3. Luister luistert toch niemand naar. Bij wijze van spreken. Ik zou zeggen, want het is duidelijk, ik ben wel bereid. zoals gewoonlijk. om tot een compromis te geraken. En ik zou zeggen, laten we de ene week iets aan kunst doen. Want er waren ook hele enthousiaste reacties op kunst. En ik viel me op, vooral twee. volgens mij vrouwen. die zeiden van hoe leuk het was. en hoe fijn het was. om er naar te luisteren. en ik weet al niet wat. Dus ik zou zeggen, de ene week doen we. kunst. en de andere week doen we. wat zei die man ook alweer. Schoenmaker, blijf bij je leest. Eh, historische vraagstukken, waarop hij meteen een vraagstuk voorstelde... waarvan ik dacht, dat ga ik zeker niet doen. Dat <laughs> leek een ontzettend melig vraagstuk. Nou, ze zeiden ook van, je bent historicus... en je hebt nog lang niet alle gebeurtenissen uit de historie besproken. Dus ga dat eens doen. Nee, dat is gewoon, ik zeg, daar kijk ik van op. Dat u erachter bent gekomen dat ik historicus ben. En nog lang niet alle zaken uit de geschiedenis. Want waar laat u die geschiedenis dan beginnen eigenlijk? Mag ik mij bijvoorbeeld als, als historicus verdiepen in het oude Akadië? Mag ik ook nog een lollig college doen over de Hettieten? Of over de Zijderoute? Of over de Ming-dynastie? Gaan we dat ook doen? Of zegt u van nou, nee, 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 wacht nou eens even. Misschien moet u zich verdiepen in wat mijn enige specialisme ooit geweest is, de K.O.R.O.R. Waar je ook eens denkt: wat was we dan aan die K.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O. doen? Ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die zeggen: Nou, dat onderwerp zou ik nog wel door Maarten behandeld willen zien worden. Je bedoelt de heer Tieten. Nou ja, of iets anders uit de geschiedenis wat we nog niet gedaan hebben. Geschiedenis van Afrika zie ik nog steeds altijd. <laughs> geschiedenis van Afrika, nou dat is wat zeg. Of Israël, willen mensen hier ook over horen? Ja, Israël, dat is dan. Of over de Balkanoorlog. Ik heb mailen met Israël. Ook in handen gevallen van een ongelooflijk onaangenaam sujet. Die Netanyahu, ook zo'n spierballen-politicus die alleen maar narigheid veroorzaakt. Maar misschien moeten we uitleggen dat jij behandelt wat je zelf interessant vindt. Dat ja, je niet, dan, ja, Je gaat het, je niet inlezen. Ja, ja ik ga dat. In, zeg het nog maar een keer. Ja, ja, je wilt dus doen wat je zelf interessant vindt. Zo is het. Ja. En je gaat niet voor luisteraars een boek lezen en er dan wat over vertellen. Nee, daar komt het wel een beetje op neer. Omdat het vaak dingen zijn waar je denkt van. Ja, dat heeft in mijn hoofd eigenlijk geen grote urgentie. En, en ja, je weet zelf hoe, hoe, je, hoe je een leven leeft. Je loopt tegen iets aan en denkt: oh, wat rollig. Daar wil ik wel eens even in verdiepen. Nou, en dan als je er even in verdiept... ...je kunt het zo gek niet verzinnen... ...als je er even in verdiept blijkt het altijd interessant te zijn. Dat, dat is een... een hè? ...neem nou, we staan, we staan hier achter een boom... Ja. ...dat is een oude acacia... ...en dan vraag je je af hoe komt die, die acacia stam... ...aan al die wonden die er eigenlijk aan zitten... ...want het zijn een soort wonden van een stam... ...en bovendien hoe komt het nou dat stammen van bomen zo verschillend... Structureel in elkaar steken. Want je kunt dan in één oogopslag zien dat het A, geen beuk is, gladde stam, of een eik, dat is weer een heel ander ribbelpatroon in principe. Kortom, we hebben ons er nog niet in verdiept, maar je kunt er zoiets over zeggen. Waarom doet de ene boom het in de stad beter dan de andere boom? Bestaat er staat een geweldig leuke BBC-documentair over stadsbomen en over het gruwelijke bestaan van stadsbomen. Dat die echt keihard moeten vechten om, om, zeg maar, te overleven in de urbane situatie. Nou ja, je kunt overal iets interessants van maken. Maar ja, er, zijn altijd, er zullen altijd dingen blijven liggen waar je niks aan kunt doen. Of omdat ze hier geen bal interesseren, dat speelt natuurlijk ook een rol.